De Sumerische kleitabletten die vertellen ons, ja, dat zijn de tabletten van de eerste beschaving op deze planeet. Ja, en die vertellen ons gewoon over ja, hoe buitenaards hier gekomen zijn. Dat ze geland zijn op Mars. Dat ze daar water hebben gevonden en dat soort dingen meer. Nou, waar komt NASA nu in één keer in 2020 mee aanzetten? Er is water gevonden op Mars. Er is water gevonden op de maan. Er is water gevonden daar. Er is water gevonden zus, zo. Overal is leven nou in één keer. Ja, het zal allemaal wel. Maar het stond 10.000, misschien wel 100.000 jaren geleden stond het al in de kleitabletten geschreven. Dus ik weet niet waar we met z'n allen mee bezig zijn, maar het staat er gewoon. En we moeten opletten, we moeten kijken wat onze geschiedenis vertelt en dat soort dingen meer. Maar jammer genoeg hebben de Amerikanen, hoe hypocriet en hoe lelijk ze zijn. Ja, dat is wat ik vind. Ik vind de Amerikanen best wel lelijk richting Irak geweest, want zij hebben al die Sumerische kleitabletten daar gesloopt. De meeste, ja. Zo. Is ook allemaal gewoon te zien zo op oude beelden. Want toen ze Bagdad binnenvielen, is het eerste wat ze deden, ze naar het museum toe rennen. En daar hebben ze alles gesloopt. Het is bevestigd door een aantal mensen die daar geweest zijn. Ik ken een aantal vrienden van mij die hebben gediend in de oorlog richting Irak. En die zeggen ook allemaal tegen mij, het was gewoon een roof. Het was gewoon een roof. Olieroof, kunstroof, het was gewoon een roof. Zo. Wist ik niet trouwens. Dat is wel, wel triest. Ja. 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 Dus ja, en toen hebben ze een deel van die tabletten hebben ze meegenomen. En hebben ze weer vrijgegeven later. Ja, maar dat verhaal van het buitenaardse ras, van de Anunnaki. Daar wordt dan van gezegd van Enlil en Enki, die dan als broers, er was volgens mij nog een broer. En die hebben uiteindelijk, dat was een daarvan, die was wetenschapper. En die zou dan de mens hebben geschapen. En in eerste instantie als slavenras. Ja, maar ik heb ook wel een vraag gehoord dat er meerdere buitenaardse groepen bij betrokken zijn. Ja, klopt. Reptilians. Ja, klopt. Er wordt natuurlijk een hele verhaal wordt er geschept over ons reptiele brein. Want wij mensen hebben een reptiele brein in ons brein zitten. Dat is een klein stukje dat gewoon dingen manipuleert en zaken beïnvloedt in ons hersenstelsel. Men zegt dat van de reptilians afkomt. Ik ben daar geen getuige van geweest. Ik kan het ook nergens terugvinden in de Sumerische kleitabletten. Zacharias Sitchin heeft het ook niet in zijn boeken genoemd. Dus ik vind dit weer een verhaal richting Fabeltjesland, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat de uil met zijn grote krant het beter had kunnen vertellen. Ja, dat is wat ik denk. Ik heb breaking news, Niels. Meen je niet? Ja, we hebben een speciaal lijntje met NOS.nl, Quinten. Dat weet jij misschien niet, maar... Oeh. Ja, ja. Wij krijgen altijd het verse nieuws van de NOS. Ook heel controversieel en bijzonder. Is dat van die jongens weer die om 3:30 ochtends eruit zijn gegaan? Nou, het schijnt dus zo te zijn. Ja, dat is heel vaak zo hoor. Dat komt voor, zeg maar. Het schijnt dus zo te zijn dat de jongens weer op pad zijn geweest vanochtend. En ze hadden er niet zo heel veel zin in. Vandaag, kijk maar, dit is een. Ik zal altijd videomateriaal, gelukkig. Oké. Okay. Dit is van de NOS? Nou, de NOS die verklaart dit als zijnde een projectje van een paar jongens die dit hebben gedaan, hè? Ja, dat is even tussen ons, Quinten. Ik heb dat ik heb vorige week ook verteld. De NOS die stuurt dat alleen naar mij toe. Het is heel vertrouwde informatie. En ik mag dat alleen delen, maar dit is dus 3:30 gaan er elke dag eigenlijk jongens met elkaar pad met hooivorken. En die maken ze zo'n hele mooie cirkel in zo'n weiland. Dat doen ze echt. Ja, 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 dat gebeurt, dat gebeurt. Dus nee, heeft niks met buitenaards leven te maken. Dat doen gewoon jongens gewoon voor de lol, gewoon. Dat meen je niet. Ah, ja, ja. Ik heb ze hier nooit gezien. Stuur ze hier ook even heen, alsjeblieft. Ik heb een hele graan cirkel in mijn achtertuin. Doe maar. Of een graanveld bedoel ik. Doe maar. Ja. Dus we hebben elke dag zo'n update van wat ze gemaakt hebben. Daar komt het op neer. Oh, Jesus. Ja.
Ja, het zijn vier, kunnen vijf zijn, maar waarschijnlijk vier jonge jongens die dan overal in Engeland, in Duitsland, in Italië, dit soort dingen maken. Ja, 's ochtends vroeg, hè, want ze hebben natuurlijk nog meer dingen. Ja, hallo zeg. Ja, maar... dit is de laatste. Ze hadden niet zoveel tijd, ze hadden zich verslapen waarschijnlijk. Dus dit is wat ze gemaakt hebben. Ja. Ja, wel een beetje simpel. Een beetje simpel, hè? Ja. Het is in de Wiltshire. Dat zal ook alweer ergens Zuidoost Engeland zijn. Ah ja, Wiltshire. Ja, dat is wel een bekend iets. Klopt. En die gasten die gaan dus FFF voor mij beeld. Hoor. FFF voor mij beeld. Ja, want dit is wel even humoristisch. Dit. Ik zie het alleen maar voor me, weet je wel. Dat je zo'n Robert van den Broeken figuur in zo'n veld ziet lopen met zo'n plank. En dat hij dan... Ja, nee, de NOS meldt het. Dan moeten we het geloven. Van de Broeken die is ook in elkaar geslagen. Hè? Door zo'n boer, omdat hij dat gedaan had. Hè? Weet je dat wel? Nee. Ja, die is gewoon betrapt op het maken van graancirkels. En die is toen helemaal in elkaar geslagen. En dat soort dingen meer. Jongen. Ik heb een paar keer contact met die jongen gehad. En ik had zoiets van, nou, ik kom eens een keer bij je kijken. En ik wil wel eens weten, weet je wel, hoe en wat hij doet. Maar helemaal niks. Maar vervolgens allemaal wel foto's maken van hem op een brommetje en zo. En dan zie je gewoon... zo'n zendmast hier dan vervolgens. Heb je zo'n ufootje, heb je daar hangen. En dan zie je dat gewoon de Photoshop gemaakt is. En dat soort shit. Nou, je houdt maar op. Echt waar, serieus. Maar dit zijn dus echt serieus waar gasten. Die gewoon met een plankje door zo'n veld heen lopen. Om half vier s'nachts. What the fuck? Dan ben je toch niet goed, of wel? Dan ben je toch niet oké in je pannenkoek, of wel? Is dat ook een bron die je raadpleegt, Quinten? De NOS.nl staan toch wel leuke dingen. Ik ga dit maar vaker doen, want ik heb tijden niet zo hard gelachen. Kunnen we die show nog redden? Of, Goed. What the fuck, zeg? Ja. Ja, het was eigenlijk het is een beetje uit de hand gelopen grap, denk ik. Want ik zei het eigenlijk voor de grap, dat inderdaad die jongens zijn. Maar dat was dus de grap. Maar goed. Oh. Maar goed, ik sluit het niet uit. Misschien zijn ze er ook wel. Dat zou nog kunnen natuurlijk. Dat is bestaan. Ik heb het nog gezien. Nee, ik ook niet. Ik ben er niet bij geweest.